Welkom bij Tiel aan tafel. Vandaag in de uitzending hebben wij José Worteboer en jij bent van Servicepunt Thuiswonen. Ja. En jij komt vertellen over een nieuw programma wat gaat draaien rondom de zorg op Stads-CV Tiel. Dat klopt. Ja. Ja, we zijn met een aantal initiatiefnemers zijn we om tafel gaan zitten. Er verandert heel veel in de zorg. Een heleboel mensen weten niet precies waar ze moeten zijn. En toen kwamen we op het idee om dat eens op Stads-TV te gaan vertellen. Om direct bij de mensen binnen te komen en om mensen op de hoogte te brengen. Aan welke disciplines moet ik dan denken, José? Nou, er zijn verschillende dingen die natuurlijk spelen. De landelijke overheid heeft heel veel taken overgeheveld naar de gemeente. De gemeenten doen heel hard hun best om de zaken netjes te regelen. Maar het valt natuurlijk niet mee als je minder budget hebt en meer moet gaan doen. Verder heb je bijvoorbeeld ook de ziekenhuizen die met de zorgverzekeraars in gesprek zijn over wat wordt er vergoed, hoeveel wordt er vergoed. En wij willen ook vooral laten zien wat heeft dat te betekenen, wat heeft dat voor gevolgen voor de burgers in Rivierenland. De mensen die zorg nodig hebben. Ja. Ja. Kun je merken, want het is natuurlijk nu sinds een maand of 10 gaande, ja, dat die zorg zo enorm veranderd is. Ja. Kun je merken dat er nog steeds veel onrust is bij de mensen? Ja, hoe heet het? Rond de zomervakantie was natuurlijk het hele verhaal met de WMO dat de huishoudelijke hulp terug werd gedraaid. Ook de zomerperiode, hè, dat mantelzorgers op vakantie willen. En ja, hun vader, moeder, ja, wat moest daarvoor geregeld worden? Een aantal zorgorganisaties hebben daar ook op ingespeeld en hebben ook arrangementen aangeboden. En ik denk dat zulke dingen steeds meer gaan komen. Maar er blijven nog altijd mensen die vragen hebben. En ook daarvoor is het servicepunt. Mensen kunnen al hun vragen rondom langer zelfstandig thuiswonen bij ons stellen. Ja, hoe gaat het bij servicepunt thuiswonen? Zijn jullie al druk en actief? Ja, we zijn eigenlijk sinds januari zijn we begonnen. We zitten nu drie kwart jaar of bijna een jaar zijn we aan de slag. Sinds februari hebben we een balie bij het Eerste Lijncentrum aan de Dodewaardlaan. Weten de mensen al goed te vinden? Ja, hoe heet het? We merken ook dat mensen ook vaak terugkomen. En soms hebben ze een vraag, maar soms is het ook even het praatje maken. Want we zijn er ook als mensen gewoon, ja, behoefte hebben aan een praatje. Het stukje eenzaamheid is denk ik best groot. En op deze manier kunnen ze even hun hart luchten of gewoon even vertellen van goh, wat is het heerlijk weer. Want soms is er niemand anders die naar hen luistert. En dan zijn wij er. Dat is prachtig natuurlijk. Ja. En vanaf wanneer gaat het programma komen? En hoe gaat het heten? Het gaat heten Onze Zorg. En hè, dat kan je. We proberen het ook positief in te steken. Van de zorg is van ons en wat zijn de ontwikkelingen daarin? En we proberen ook concrete zaken te bespreken met diverse instanties en daar ook concrete antwoorden op te krijgen. Ja, kunnen mensen ook wellicht ook proactief vragen insturen dat aan bod gaat komen? Dat zou kunnen, maar goed, we gaan er voor het eerst mee starten. En ik denk dat gaandeweg de tijd we ook in het programma ruimte gaan creëren om dergelijke zaken te doen. Alleen dat zal niet in het eerste programma, in de pilot, zal dat gaan plaatsvinden. Nee, Lucien Trost gaat het presenteren. Ja. Natuurlijk geen onbekende in de zorgwereld. Ja, nee. Lucien die is voorzitter van de Vrienden van Vrijthof. En die zal inderdaad het programma presenteren. En ja, het op een verfrissende manier en op een prettige manier soms wat lastige problemen ook ter sprake brengen. En wellicht wat laagdrempeliger maken? Nou, we willen in principe niet inderdaad een wollig verhaal, maar we willen inderdaad concreet. Wat houdt de mensen bezig? Wat willen ze horen? Waar willen ze een antwoord op hebben? En Lucien probeert dat antwoord te ontfutselen van de gesprekspartners. Ja, nou, dat is volgens mij heel erg nodig eigenlijk. Vooral om die onrust een beetje weg te nemen. En dat moet gaan slagen. Nou, we hopen erop. En we denken ook inderdaad dat dit weer een nieuwe manier is om contact te hebben met de burgers. En ook voor instellingen een nieuwe manier om ook contact te zoeken met hun klanten. Hè? Er zijn allerlei vragen die spelen. En soms weet je gewoon niet waar je terecht kan. En nou, dan is dit wellicht een mogelijkheid om dat op deze manier te doen. Ja,
Nou, dat moet gaan lukken. Ja, ik hoop het. Ja, nou dankjewel voor deze informatie. We gaan natuurlijk met z'n allen kijken hiernaar. Nou, wees welkom. Ja, gaan we zeker doen. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel, jij ook. Nu in Tiel aan tafel een heel ander onderwerp. Kids Camp Kenia, Evelien Roders en Sophie van Tijl. Jullie zijn van Kids Camp Kenia. Evelien, wat is dat? Kids Camp Kenia is een initiatief van de Rotary Trio. En die wilde graag jongeren iets extra's meegeven. Want heel veel dingen zijn in Nederland heel vanzelfsprekend. En die hadden bedacht, of die wilden graag hun eigen jeugd laten zien dat er meer in de wereld is dan de omgeving om je heen. En die wilde graag een initiatief organiseren in Kenia, waardoor we kinderen in Kenia een gelegenheid geven om een week kind te laten voelen, want die voelen zich daar geen kind. Dat kan je wel voorstellen, maar je kan er geen beeld bij krijgen. Dus die wilde graag met 15 jongeren, hebben ze een kamp georganiseerd in Kenia, waardoor we dus 25 tot 30 kinderen uit de sloppenwijk even kind laten voelen door een sportkamp of een zomerkamp waar je het Nederland mee kan vergelijken te organiseren. Ja, en Sophie, jij bent daar ook bij geweest? Ja, klopt. Dit zijn kinderen uit erbarmelijke omstandigheden. Ja, wij zijn zelf ook in die sloppenwijk geweest en we hebben daar de school bekeken en zelfs in een huisje gekeken van waar die kinderen leven. En dat is, ja, je kan het je niet voorstellen. Ja, en nu is hier iets bijzonders uit voortgevloeid. Ja. Jullie zijn met z'n tweeën een soort van stichting begonnen. Want Er waren daar twee juffen. Ja, zo'n groep komt mee met z'n dertigen, dus wat ik zei. En dan komen twee juffrouwen mee ter begeleiding. Want niet alle kinderen spreken Engels. Dat is ook niet vanzelfsprekend. En zij ondersteunen ons in hoe de maatschappij daar werkt. Wat voor ons logisch is, voor hun misschien helemaal niet logisch. Dus die kwamen altijd mee. En daar hebben wij een hele tijd mee zitten praten. En hoe zij die kinderen zien. En je probeert erachter te halen hoe die kinderen zijn. En waarom ze naar een bepaalde manier handelen. Om ze eigenlijk een leukere week te geven. Ja. En daar kwam eigenlijk uit voort dat die juffrouwen ook natuurlijk dromen hebben. En ook uit omstandigheden komen waar je niet van wil dromen. Of ja, wellicht ook uit die sloppenwijk. Ja, allemaal. Ja, zij komen ook zelf uit die sloppenwijk. En zij leven inderdaad van €60 per maand. Daarvan betalen ze de huur. Ja. Volgens mij al €30 per maand was. Voor een krot betalen anders €30 per maand. Ja. En deze twee juffen die wilden graag gaan studeren. Die wilden verder komen met hun leven. Nou, wat ik heel mooi vind om te zien is dat zij dromen dan om les te geven. En dan zegt ze ook om de less fortunate uit hun samenleving te helpen. Terwijl zij in onze ogen al de less fortunate zijn. Dus dat is wel heel mooi om te zien dat ze eigenlijk de samenleving alleen maar verder willen helpen. Ja, ja. En dat is voor ons uiteindelijk ook wel de reden geweest om een initiatief te ondernemen. Ja, meisjes te gaan helpen. En wat is dat initiatief? Nou, we hebben Teach to Reach opgericht met z'n tweetjes. En daar geven we dus jonge meisjes, dan wel jongens, een kans om te studeren. En we zijn nu gericht op schooljuffrouw, want we helpen nu één iemand. Maar als je een gediplomeerde schooljuffrouw erbij hebt in de maatschappij, die kan weer heel veel jongeren weer helpen. En het mooie aan Evelyn is dat ze heel graag in Kibera, de sloppenwijk waar ze vandaan komt, maar waar we ook de kinderen vandaan halen, daar een school wil oprichten en daar les wil geven. Dus we helpen niet één iemand, maar uiteindelijk voert het door naar meerdere kinderen in die sloppenwijk. En dat is, ze zeggen wel een druppel op een gloeiende plaat. Maar je helpt niet één iemand, maar je helpt uiteindelijk meer mensen. En al die kinderen die zij les gaat geven. Ja. 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 En nou gaat er binnenkort een benefiet plaatsvinden? Ja, we gaan eind januari een charity dinner organiseren. Hier in de buurt, in Tiel. Bij Casper en het restaurant. En daar gaan wij ook geld ophalen dan om om de volgende juf te laten studeren. Ja, geweldig. Ja. Want een jaar studeren of anderhalf jaar studeren in Kenia kost? €1200. Ja, nou goed, als je iemand daar een toekomst mee kan geven. Ja. Dus er komt een charity
avonds. Ja. Mensen zijn er allemaal welkom. Zeker, van harte welkom zelfs. We zien iedereen graag terug. Ja. Nou goed, wanneer het allemaal exact plaats gaat vinden, dan gaan we nog allemaal dan bekendmaken. Maar het gaat ergens in januari gebeuren. Ja, eind januari. Nou, prachtig dat jullie hiermee doorgaan. Dat jullie het hart zo op de juiste plek hebben. Heel veel succes. En wellicht dat we nog op terug gaan komen wat er eind januari gaat gebeuren. En fijn dat jullie hier zijn geweest. Ja, dankjewel. Het is tijd voor mijn kritische vrienden. Vandaag met Ali de Kilitas en Adrie Meijer. Vertrouwd gezicht. Het gaat over de Tielse binnenstad. Men klaagt daarover. Is dat terecht, Adrie? Ja, ik denk het wel, want anders zouden ze niet klagen. En je hoort meer klachten als positieve berichten. Dus ik vind gewoon dat bepaalde dingen eigenlijk belachelijk zijn. Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het vooral over de flippas. De flippas? Ja. Wat is de flippas volgens jou? Nou, een aanfluiting voor Tiel. Waarom? Nou, als ik kijk dat je dus 1 cent korting krijgt op iedere euro die je in de binnenstad besteedt, is dat natuurlijk een lachertje. Ja, het is niet als korting bedoeld, lijkt mij. Het is als een spaarsysteem bedoeld. Want als je kijkt naar Airmiles, dan krijg je ook maar 1 cent als je Shell gaat tanken. Daarom doe ik ook geen Airmiles. Ook, jij bent iemand die niet spaart? Op een andere manier. Oké, maar die flippas is natuurlijk heel recent gelanceerd. Dat moet wellicht nog vorm gaan krijgen. Er zijn de Tielse binnenstad. Het is natuurlijk maar een initiatief wat je nou noemt. Ja, en nou, als je dan naar de leegstand kijkt in de Tielse binnenstad, dan is dat natuurlijk ook geen positief bericht voor Tiel als centrumgemeente. En ik denk dat je dan misschien andere dingen zou kunnen bedenken. Tegen de leegstand? Tegen leegstand, dat is onder andere de belachelijk hoge huren die mensen moeten betalen om een winkeltje te kunnen beginnen. Ja, maar die panden zijn heel vaak in handen van particulieren. Hè? Ik denk dat de gemeente daar best iets aan kan doen. Ik denk dat de gemeente gewoon heel veel aan doet. Alleen als de pandeigenaar niet mee wil bewegen, dan kan het dan blijft zijn pand leeg staan, dan beurt hij niks. Dan heeft hij alleen maar iets om van de belasting af te schrijven. Dat is ook het vervelende in Tiel. Daarom blijven die panden leeg. Ja, maar goed, is zo'n eigenaar van zo'n pand dan niet helemaal goed bij zijn hoofd? Ja, die kan dan toch beter zeggen, dan beur ik 500 euro minder in de maand. Maar ik beur wel geld. Nou, dan sta ik het leeg laat staan. Nou, wat gebeurt er dan? Kijk, op het moment dat jij zegt van, oké, ik heb een pand, ik heb 3, 4 panden, ik geef nu korting. En dan half jaar later komt er contract vrij. Nou, die wil ook korting. En die andere die voor 4 jaar getekend heeft, die 20 euro de vierkante meter per jaar meer betaalt, die zegt van, ho, wacht eens even. En ik dan. En dan krijg je een cirkel, visuele cirkel, die de prijzen alleen maar naar beneden zal drijven. Ik denk en daar is niemand bij gebaat. Jawel, de Tielse binnenstad. Nee, niet de Tielse binnenstad, want dat werkt niet, denk ik. Het is, kijk, je kan beter een pand gratis geven. Dan zeggen van, nou ja, weet je, huur voor 5 jaar. Dit is de prijs, maak conforme prijs zoals iedereen betaalt. Maar je krijgt een jaar lang van mij het pand te leen om te kijken of jouw zaak goed loopt. Als het goed loopt, dan betaal je gewoon mij normale huur. Dat is eigenlijk exact hetzelfde wat ik zeg. Maar kijk, zo'n flippas, ik kan me heel veel voorstellen dat 1 cent per euro, ja, zet geen zodan uit. Nee, dat snap ik. Dat is een lachertje. Alleen, het is een initiatief wat extra bijdraagt. Het is allemaal een druppel. En als het druppels in een emmer, ja, de emmer vol laat lopen, dan krijg je een vollere binnenstad. En het is gewoon goed. Ben je dan bezig met promotie van Tiel of met promotie van jezelf? Promotie van Tiel lijkt mij. Daar zijn ze mee bezig. Lijkt mij met zo'n korting systeem van 1% geen promotie voor Tiel. Ik vind de andere opmerkingen, gratis parkeren, uitstekend. De hele gemeente willen. De hele Waalkade gewoon gratis. Talud ook. Het talud ook. En wat vroeger ook zo was. Ja. Maar je kunt niet de hele binnenstad vrijmaken van vergunninghouders.
Want er zijn mensen die dus ook gewoon daar wonen. En daar vind ik wel dat je parkeerplaatsen... Dus eigenlijk de eerste schil rondom Waterstraat, ja, daar. Die schil die moet blijven bestaan. Oké, ja. Oké. Okay. Dus parkeerproblematiek zouden jullie wel uitkomen? Makkelijk. Ja? Is er iets in Tiel waarvan jij zegt, daar ben ik hartstikke trots op? Ja, zeker. Van onze binnenstad? Fruitcorso, appelpop, ja, evenementen. Dat... Ja, De bedrijfsleven die gewoon probeert om allerlei dingen te organiseren in de binnenstad. Waar allerlei mensen door naar Tiel komen. Precies, dat is gewoon promotie voor Tiel. En dat het dan met boodschappen doen en kleding kopen. Kijk, de slag hebben we gewoon al gemist. Gewoon, want jaren geleden, de grotere organisaties, de V&D's, de CNA's, de grotere H&M's, de grotere Wie, ze zijn allemaal weg. Dols is weg. Ja. Dat is killing. Want mensen kennen die merken. En als ze gewoon naar bijvoorbeeld een grotere stad willen. En Tiel is gewoon echt een geweldige stad. Want in een half uur, maakt niet uit waar je naartoe rijdt. In een half uur zit je in een grote stad. Ja. En dat is problematisch voor Tiel. Tiel moet gewoon de grotere namen naar Tiel halen. Ja. En gemeente moet daar... bijspringen van mijn part gewoon dat ze zeggen van, weet je, uitbaten van een grote pand, wij betalen eerste 3 jaar als die CNA of Primark, volgens mij Primark, als die maar naar Tiel komen, want Tiel is een arbeiderstad. En mensen hebben weinig geld, we hebben gewoon een hogere bijstandsuitkeringsniveau, we hebben veel werklozen. En laten we gewoon alsjeblieft gewoon de juiste... panden en vullen met de juiste merken die voor iedereen betaalbaar is. Dat komt dan exact neer op hetgeen wat ik zeg. Dat je de huren zo aan zou moeten passen dat het aantrekkelijk is om in Tiel iets te doen. Ja, oké. Okay. En dat mis je nu. Nou, dat lijkt mij inderdaad een hele mooie oplossing. Dit was Tiel aan tafel. Volgende week zijn we er weer. Graag tot ziens. Ja.